super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe cursus bloemschikking. Vandaag ga ik jullie de basis leren van hoe je boeketten maakt. Dat geldt voor allerlei soorten boeketten, zoals plukboeketten, structuurboeketten, gemengde boeketten. Het gaat vandaag echt puur om de basis, hoe je leert binden. Het is een vak apart, korenschoof binden. Het heeft even oefening nodig, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, zul je zien dat jouw boeketten veel mooier op de vaas vallen. Dit is de techniek dat eigenlijk in elke bloemenwinkel gebruikt wordt en is ook echt de basis van elk boeket. Laten we snel beginnen. Wat is korenschoof binden? Korenschoof binden is eigenlijk dat je de stelen langs elkaar legt, zodat je boeket één mooi geheel wordt en dat het echt mooi op de vaas valt. Ik zal jullie vandaag laten zien hoe ik dat toepas. Ik heb voor jullie alvast de bloemen schoongemaakt. Dit is een heel belangrijk punt. Er mag namelijk geen blad in het bindpunt zitten. Dat betekent dus bij de rozen overal het blad vanaf, de doornetjes eraf. De campanula ook het blad afgehaald. En dat is eigenlijk waar we mee beginnen. Zoals je ziet zijn alle bloemen mooi schoon aan de onderkant. Als je dit hebt gedaan kunnen we beginnen met binden. Je begint met de bloem die je als eerste in het midden legt. Wat dan belangrijk is, is dat je de bloemen er allemaal schuin overheen legt in je hand. Dus elke keer dwars. Je zorgt dat je 2/3 van de stelen bovenin hebt en ongeveer 1/3 onderin. En elke bloem leg je er weer dwars overheen. De stelen komen dan naast elkaar te liggen. En wat dan ook belangrijk is, is om af en toe eventjes te draaien. Je zult merken dat het even oefening nodig heeft, maar als je het eenmaal onder de knie hebt, zal het makkelijk gaan. Deze leg ik ook weer dwars eroverheen. Heb het dwars overheen in je hand. En dan draaien we hem even weer. Deze leg je er weer dwars overheen. Dwars in je hand. Dwars. En dwars. De stenen gaan dus allemaal één kant op. Deze leg er weer overheen. Ik leg ze elke keer er dwars overheen. En ik draai het boeket weer eventjes. En weer dwars overheen. En die leg ze weer dwars overheen. En ik draai het boeket weer. Je zult merken, hoe meer bloemen je krijgt, hoe makkelijker het eigenlijk wordt. In het begin moet je even houvast hebben, maar op een gegeven moment gaan alle stelen de goede kant in. En merk je ook dat het makkelijker is hoe het in de hand ligt. Deze leg ik er weer dwars overheen. En ik draai het boeket weer. En ook deze leg ik er weer dwars overheen. Zoals je ziet blijven mijn stelen één kant op gaan. Overal gaan ze echt deze kant op. Je legt hem er weer dwars overheen. En ook hier leg ik hem er dwars overheen. Draaien en hem er dwars overheen leggen. Zoals je ziet vallen mijn stelen allemaal mooi naar buiten en onderop dwars als korenschoof. De bloemen zijn goed verdeeld en op het laatst kun je nog even kijken wat je qua hoogtes iets naar beneden wil doen of iets naar boven. Maar zoals je ziet gaan de stelen echt korenschoof over elkaar heen. Dit is een techniek die je echt vaak moet oefenen. Ik zelf ben 4 jaar naar school geweest voor de opleiding bloembinden. Maar dit is de basis waar je echt mee begint en wat de basis is van elk boeket. Dan ga ik hem afbinden en dan kan ik jullie laten zien de test of het boeket echt korenschoof is of wat niet helemaal goed is gegaan. Ik zal ook nog even laten zien wat er gebeurt als je het boeket niet korenschoof bindt en wat er dan gebeurt in je hand. Want alle stelen vallen nou aan één kant en dat betekent dat je hem goed kan vasthouden.
Wanneer je een bloem de andere kant op legt, zul je ook voelen in de hand dat het niet lekker ligt. Je kunt hem dan niet meer goed vasthouden. Maar als je hem echt korrelshoog blijft binden, zul je merken dat je het boeket makkelijker kan vasthouden. Ik ga het boeket afknippen op één hoogte. Ik bind alles af met touw. Elastiek kan nog wel eens snijden in de stelen. Plus het geeft een veel mooier effect als je met touw afbindt. Ik vind het sowieso ook veel sierlijker. Even een knopje in. En dan zul je zien dat het boeket heel erg mooi valt. En dan komt nu de test of je boeket goed korrelshoog is. Dit kun je namelijk zelf heel goed testen. Als jij namelijk je boeket goed korrelshoog gebonden hebt, kun je hem neerzetten zonder dat hij omvalt. Zoals je ziet is mijn test geslaagd. Hij is goed korrelshoog gebonden. Ik ben geslaagd voor de test en nu jij. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien wat de basis is van het maken van een boeket. Ik heb nu gewoon gekozen voor variaties van bloemen, echt puur gericht op alleen het binden. En vanaf nu zullen we verder werken naar ander soort boeketten. Zoals structuurboeketten, gemengde boeketten, plukboeketten. En ga zo maar door, maar zorg dat je deze techniek onder de knie krijgt. Dan zal jouw boeket mooi op vaas vallen. Succes!